De World Wildlife Fund, WWF, heeft vanmorgen een tweede regionale workshop georganiseerd. Het thema van de workshop is ECOSEO, Observatory of Ecosystem Services of the Guyana Shield. Volgens Gerald Pinas, boscoördinator van WWF Guyanas, is het doel van ECOSEO om te komen tot een webplatform waar informatie over ecosysteemdiensten te vinden zal zijn. En de informatie is nodig voor onderzoekers, voor geïnteresseerden, voor overheden en voor natuurorganisaties. Allen die bezig zijn om met de natuur en in de natuur te werken ten behoeve van behoud en goed beheer van de natuur. Wie is er allemaal betrokken bij ECOSEO? In dit ECOSEO-project zijn er 4 landen van het Guyanaschild betrokken. Van Oost- en West, Frans-Guyana, Suriname-Guyana en Brazilië. En dan is het noordelijk gedeelte van Brazilië, de staat Pará. De organisaties die hierbij betrokken zijn, zijn WWF, SEMA van Brazilië, de bosautoriteiten van Suriname en Guyana. En daarbij hebben we dus een samenwerking waarbij we technische data met elkaar delen. En ook het platform, het webgebaseerd platform, samen laten bouwen. Pina zegt dat de WWF Suriname de trekker is van het project, terwijl WWF Frans-Guyana de coördinator is. Hij benadrukt dat Suriname en Frans-Guyana samenwerken om deze database van de grond te krijgen. Het is niet een nieuw idee. In 2002, tijdens de grote priority setting workshop in Paramaribo, was er al een aanzet gegeven tot zo'n database. We zijn nu ongeveer 17 jaar verder en het is tijd dat een groep weer hieraan gaat trekken. En we hebben goede hoop dat het gaat werken. Hoe lang duurt het ECOSEO-project? Het ECOSEO-project duurt ongeveer 1,5 jaar. En we rekenen vanaf maart 2019 tot en met juni 2020. En dan moet het geheel er staan. En moeten mensen de database kunnen accessen en moeten mensen hun informatie kunnen uploaden en kunnen downloaden. Deze meeting is de tweede regionale meeting. De allereerste meeting was in maart 2019. In Frans-Guyana, dat was ook de kick-off meeting, waarbij we dus gestart zijn en informatie met het brede publiek gedeeld hebben. En ook daarna gewoon een hele week een technische meeting onderling hebben gehad. Ongeveer hetzelfde doen we in Suriname. We hebben op maandag 22 juli ook een opening gehad voor het algemeen publiek. En daarbij de informatie over het ECOSEO-project gegeven. Tot zover Gerald Pinas, boscoördinator van WWF Guyanas. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de tweede ECOSEO regionale workshop, georganiseerd door WWF Guyanas. De workshop wordt gehouden in het gebouw van de WWF en duurt tot en met vrijdag.